Welkom bij deze nieuwe Microsoft Teams tip. Mijn naam is Ralf Hillebrand en in deze tip ga ik je laten zien hoe je een woordwolkpol kan toevoegen aan je geplande Teams meeting. En dat werkt via Forms. Daar zaten al twee mogelijkheden in, meer keuzevragen en vragen waarbij meerdere opties mogelijk waren. Maar sinds kort zit daar de woordwolk bij en die ga ik je laten zien. Zoals je weet moet het bij een geplande vergadering zijn, dus ik heb er eentje vastgemaakt. En weer geopend, want pas dan kan je nieuwe zaken toevoegen. Je gaat naar het plusje en je kiest dan uiteraard om Forms toe te voegen. Dat is je al bekend, want dat kan al met meerdere mogelijkheden. Het is ook allemaal niet zo heel spannend, maar wel leuk. Op het moment dat je nu een Forms poll gaat toevoegen, dan heb je ineens de keuze uit 3. Namelijk de woordwolk is erbij gekomen en die kan handig zijn als je bijvoorbeeld in één of in een paar woorden de mening of de stemming wil inventariseren. Dus je moet een vraag stellen. Bijvoorbeeld, hoe voel je je vandaag? Dat kan inderdaad de vraag zijn die beantwoord wordt. Je kan ervoor kiezen om de reacties anoniem te houden. Doe je dat niet, dan kan je later gewoon via Forms terugvinden wie wat geantwoord heeft. En je kan ook nog andere toestaan dit te bewerken. Dat zijn wat andere opties die er zijn. Ik ga hem opslaan. Dan is die in ieder geval aangemaakt. Hartstikke mooi. Dan ga ik vervolgens deelnemen aan de vergadering. Dus dat gaan we gewoon op deze manier even regelen. En op het moment dat je dan deelneemt, dan zal het je bekend voorkomen. Want dan verschijnt boven in de menubalk het vormsformuliertje erbij voor de poll. Daar komt keurig je vraag te staan. En op het moment dat je hem start, krijg jij zelf, maar uiteraard ook alle deelnemers, de vraag die je net verzonnen hebt. En kan je in één woord antwoorden. En uiteraard is het woord wat het meeste wordt ingetypt, dat komt het grootste naar voren. Ze kunnen meerdere reacties invullen en je begrijpt het principe. Op die manier vormt zich een keurige woordwolk die gevuld wordt. Op het moment dat je zegt van nou, nu zijn alle reacties binnen of er zijn genoeg reacties binnen, dan kan je uiteraard ook de poll sluiten. Dan kunnen er geen nieuwe mogelijkheden meer worden toegevoegd. En wat wel het mooie is, is als je met je muis er overheen gaat, dan kan je wel precies zien hoe vaak een bepaald woord in dit geval genoemd is. En nogmaals, als je naar Forms gaat, kan je daar ook precies vinden, als je dat aan hebt staan, wie het woord heeft ingevuld. Ik denk dat dit een mooie toevoeging is om in een vergadering de interactie en de betrokkenheid te vergroten. Om zowel even te peilen hoe de stemming is, maar ook om natuurlijk over andere zaken kennis op te halen. Ik hoop dat er nog veel meer toevoegingen komen, maar voor nu hebben we dus 3 opties in Forms waarvan de woordwolk de meest recente is. Vind je dit een waardevolle tip? Geef hem een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal en stuur de video gerust door aan je collega's als je denkt dat die ook voor hun handig is.